Goedemorgen Sliedrecht. Geen oranje boven, maar oranje binnen dit jaar. Geen Koningsdag, geen obalen. Niet hier op het Dr. Langeveldplein en ook niet in de verzorgingshuis. Om u toch een beetje een Koningsdag gevoel te geven, heeft muziekvereniging Crescendo 3 nummers ingespeeld. Wilhelmus, De Zilvervloot en Vrij. Deze laatste 2 zijn ingezongen door het obalenkoor. Namens Crescendo en de Sliedrechtse Oranje Vereniging wens ik u ondanks alles toch een hele mooie Koningsdag toe. Blijf binnen, blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar. Beste Sliedrechters, Koningsdag 2020. Deze keer een dag niet als andere jaren. Andere jaren dan zouden hier in de straten van Sliedrecht allerlei festiviteiten gaande zijn ter ere van Koningsdag. Maar dit jaar is het anders. Maar laat ik allereerst onze koning Willem-Alexander van harte feliciteren met zijn verjaardag. En we hopen dat er nog heel veel gezonde jaren aan toegevoegd mogen worden. En laat ik in mijn felicitaties uiteraard ook betrekken koningin Maxima en hun kinderen. Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Ja, beste mensen, ik sta hier bovenin het raadhuis. Op een bijzondere plek, op voldoende afstand. Maar we hebben net de vlag gehezen, hè, met de wimpel, want dat past toch bij Koningsdag. En ook dat is anders dan andere jaren. Maar wat ik hoop is dat u vandaag allemaal ook de vlag uitsteekt. Ter ere van de verjaardag van onze koning. Dan zullen we de obade bij u thuis brengen. Want dat is wel heel bijzonder. Hè? Want er worden opnames voor gemaakt. De Oranje Vereniging, hè, de muziekvereniging en vele andere instanties hebben een heel mooi lied gemaakt. En daar zullen ze tegen horen brengen. Echt de complimenten voor de manier waarop dat gedaan is. En daarin laten we ook weer zien hoe sterk de gemeenschap is in Sliedrecht. Afgelopen vrijdag mocht ik, ja, beste mensen, aan 17 mensen bekendmaken dat ze een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. En ik wil vanaf deze plek hun toch ook van harte feliciteren met deze prachtige, eervolle onderscheiding. Op een later moment zullen we de onderscheiding nog uit gaan reiken. Ik wil u allen een buitengewoon plezierige Koningsdag vieren op deze bijzondere wijze. Ja, en helaas, de coronavirus is nog niet bestreden. En mag ik u ook nu weer oproepen van houd vol, houd moed. En laten we afsluiten met, dat past toch, we zullen het Wilhelmus zingen, van Leve de Koning! Hoera! 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 Een hele fijne Koningsdag toegewenst. Thank you.
Thank you.